Hoe is het? Je wel goed. Hoe is het met jou? Hoe is het dan? Hoe is die? Hey Pim Vet, hoe is het? Goed. Jij weet dat het onze douche stuk is? Ja, Aleppo? Ik heb vandaag wat dingetjes moeten doen. Aleppo? Ik heb me gesneden. Ah, Gossie, gaat het? Ben je oké? Okay? Ken je dat je... Ik heb het dus twee keer gesneden vandaag. Ja. En als ik dan bloed heb, dan pak ik papier. Meer is er niet. En dan ga ik helemaal... Maar dat betrapte ik mezelf net op. Toen heb ik het papiertje waar het bloed aan zat, dacht ik, dat laat ik dan liggen op de aanrecht. Als meer dan komt dat ze het ziet. Ja. Hoe heftig. Ik ben echt zo'n ongelofelijke... Zo'n man. Zo'n man ben jij. Nou, man. Jij zit nu ben je langzaam woedend aan het worden, of niet? Nee, waarom? het is wel de day after natuurlijk. De bekendmaking. Ik vind dat je er losjes overheen huppelt. Prima. Met mij komt het sowieso goed. Nee. Ik weet je, Pim. Zo belangrijk ben je voor me. Ja. Ik was het eigenlijk wel met je eens. Op alle punten. Ja. Ja. Dit is gevaarlijk, weet je. Ik wilde eigenlijk ook 50 doen, weet je wel. Maar ja, je was me gewoon iets hiervoor. En dat is eigenlijk prima. En heel eerlijk, je hebt op alles heb je gewoon gelijk. Het wordt, als we het elke dag doen, dan is het gewoon niet meer zo leuk. Het is veel leuker als wij elkaar een paar dagen niet zien en elkaar dan weer spreken. En, wat je zegt, de kwaliteit van info die we krijgen en wat er allemaal gebeurt. Het is allemaal een beetje hetzelfde dag op dag. Dus, ja. Het is alleen jammer dat je zo bot tegen me zegt, me zo bot laat vallen. Ja, ik dacht zachte heelmakers, maar heelmeesters maken stinkende wonden. En ik ben een echte zachte heelmeester altijd. Dus ik dacht, ik ram hem er gewoon in. Hup, ja. Klaar. En daarom zitten wij hier nu nog zo. Dankzij jouw grootsheid. Vol respect voor elkaar. Ja. Ik heb alleen een... Dat is toch ook te gek? Is toch ook een prestatie? Vind ik wel. En ook een heel mooi getal. Waar wij alle twee... Wij gaan ook... Hoor jij dit allemaal? Ja, maar maakt niet uit. Wij gaan op weg naar de 50. Ja. En we hebben er meer gemaakt dan quarantaine tv. Niet, dat maakt me verder niet uit, maar dat bedenk ik me nu. Dat is gewoon te gek. We are the internet quarantine TV champions of the world. Dun, dun, dun. Ik wil jou wat vragen. Ja, en ik heb ook een paar dingen waar ik het over wil hebben. Oké, ja, nou ik dacht voordat we van start gaan, ik wil graag een verklaring voorlezen. Oké, go. Ik moet hem even erbij halen alleen. Ja. Lieve mensen. Vrienden, familie en vooral lieve hoestinhouders. Afgelopen weekend is, zoals jullie weten, een zwaar weekend voor mij geweest. Ik begon te twijfelen aan het kindje dat Horace en ik zelf met heel veel liefde hebben verwekt, gebaard en gevoed tot het mooiste kindje op YouTube. Hoestinhou. De twijfel bestond uit gedachten als, is dit alles? En is hoestinhou niet eindig? Het antwoord op die vragen blijft voor mij een volmondig ja. Het besluit om te stoppen met hoestinhou is een besluit waar ik nog steeds achter sta en blijf staan, hoeveel pijn me dat ook doet. Echter ben ik verrast en geraakt door de reacties die in heel het land en buitenland zijn losgeweekt en getoond door jullie, onze fans, onze nieuwe familie, onze hoestinhouders. Ik heb te laat beseft welk verdriet ik jullie allemaal aan heb gedaan. Ik heb niet goed op waarde geschat wat de betekenis van hoestinhou is geweest voor velen van jullie. Ik heb jullie pijn gedaan door misschien mijn wat onverwachte besluit. Daarom wil ik via deze digitale weg mijn welgemeende excuses aanbieden. Sorry. Speciaal wil ik hier nog even mijn vriend, mijn hartje, Horace Cohen noemen. Horace, je bent voor mij in deze donkere tijden van crisis, deze tijden van corona, waarin het prachtige hoestinhou is ontstaan, altijd het licht geweest dat mij leidde richting de uitgang uit deze virushel. Tuurlijk. Soms kon je wel een beetje zeuren en zeiken, maar zand erover. Land
Landgenoten, hoestinauters, Horus, het gaan jullie goed. Ik kijk uit naar nog 7 afleveringen met jullie. Love you and stay safe. Liefs, Pim. Zo. Ja. Poh. Hoe voel je je nu? Ja, opgelucht. Ja? Ja. Was wel even nodig dit, hè? Dit was een keutel. Ja. Ik ga even poepen en dan komt er zo'n hele harde die maar niet in één keer eruit wil. Nee. Ja. In mijn keel. Dus dat is... Nee, dat zou een brok. Niet poep. Nee. Ik heb ook iets gemaakt. Ja? Zullen we daar even naar kijken dan? Ja, laten we er naar kijken. Oké, dan gaan we daar nu even naar kijken. Leuk. Hoe is die nou? Ja. Hey, hoe is die? Hoe is die? Hoe is die nou? Hey Pim Vet, hoe is die nou? Hoe is die nou? De buurvrouw zegt, ik ga er hierdoor voor aansluiten, maar weet dat hij alleen naar beneden pompt. Welkom terug, Domme, Paul Mas, waar wij heerlijk van de zon aan het genieten zijn. Pim, stel je loopt op het Bagges Wijnfestivalterrein en je loopt met een date of je vrouw of whatever. En die zegt opeens, ik wil rosé. Vraag je je dan nooit af, hoe maak je rosé eigenlijk? Paul, dan heb je hem zeg. Nee, dat vraag ik me niet direct af. Ik heb natuurlijk wel, zoals we dat allemaal hebben, vragen over wijn. Nou, vandaar de rubriek. Vragen over wijn die je eigenlijk nooit durft te stellen. Met daarin vandaag de prangende vraag, hoe maak je rosé? Kijk, rosé maak je in ieder geval niet door het mengen van rode en witte wijn. Dat doen ze in de champagnestreek trouwens wel, maar daar hebben ze schijt aan alles. Maar de rosé die komt aan die rossige kleur door de billen, door de schillen van de blauwe druif. En hoe langer het vocht, dat vocht in aanraking komt, dan krijgt het steen. Ik denk dat dit te veel afleidt. Het leidt mij heel erg af. Ja, misschien een beetje sentimenteel, weet ik niet. Maar ik wil hier laten zien dat het, hoe we zijn. Het Baggersfilmpje is een van mijn allerlievelingsdingetjes die ik in mijn leven, met alles, mijn hele carrière, vlodder erbij, alles, lek waar ik in zat, baantje, kruimeltje. Alles wat ik gedaan heb, is dat mijn aller lievelingsfilmpje. En vooral om daarin zie je jouw gigantische grote klasse. Niet alleen als acteur, maar ook als voice-over. Alles daarin, in jouw stem, is precies wat het moet zijn. Het filmpje zit er niet in om te laten zien wat ik voor jou over heb. En mijn blote togen is op tv. Maar... alles daarin laat zien waarom ik zoveel van je hou. En het komt goed. Nou hoor, het komt sowieso goed. Ik hou ook van jou. Wat een ongelooflijk mooie woorden. Wat een mooie beelden. We maken hoestie nou niet meer, hè? Nee, dat is waar. We gaan heel veel andere dingen wel maken. Although we've come to the end of the road, can't let go. Weet je, you can't let go. You don't have to let go. Ik ben echt een beetje stil hiervan. Nou ja, dat is ook de bedoeling. En ik van jouw hele excuses speech. Hier heb jij lang aan gezeten. Een half uurtje. Oh ja, want dat is even een technisch vraagje. Al die introotjes. Oh, die heb je uit Skype zaten die nog.
Ja, ik had er nog een boel in mijn... ik had een gedeelte in mijn iMovie zaten. Die vond ik die opeens. En toen dacht ik, ah, ja, daar kan ik dat mee doen. En toen dacht ik, ik moet een break-up song. Dus heb ik break-up song gegoogeld. maar ik weet niet hoe het zit met die rechten. Dus dit zou nog wel eens voor ons heel erg kut kunnen zijn. Ja. Maar ik heb dat gewoon, ja, je hoort het geluid is heel slecht. Ik weet niet, dat mag niet. Dus ik heb het maar gewoon van de telefoon. Weet ik veel. Maar hey, als de hoestinauto's het niet vertellen, dan komt het hartstikke goed. En anders excuses. Het is zeker niet het einde. Ik heb grootse plannen met ons kanaal. Ja. Weten we al hoe we het, houden we het hoestinau-kanaal of mogen we het dubbele tong noemen? Kunnen we nog over denken. Ik heb daar eigenlijk niet meer over nagedacht. Ja. Nee, hoeft ook niet. Komt goed. Weet je wat heel grappig is? Maar kijk, wij maken het... Het is echt een relatie. Want Misha, onze Misha... Ja. Die vroeg, had volgens mij aan jou ook gevraagd... Joh, kom even langs. Ik wil even met Daan. Ja. Ook acteur, maker. Even zitten een beetje... misschien brainstormen, misschien komt er iets. Ja. Dat had hij mij ook geappt. Ja. En toen heb ik gisteren, of vanmorgen, liep ik door het park. En toen heb ik serieus aan gedacht, misschien moet ik daar niet naartoe gaan. Want ik wil niet te veel in het vaarwater van Horus gaan zitten. Nee, we hebben een relatie, Horus. Dat is dus wat dit is. Oh ja. Nou ja, die relatie is eigenlijk ook een beetje uit. Ja, het uitgemaakt. Hey, Willem. Hi, schat. Hi, Mop. Hi, Liefie. Nee, ik wil nog even zeggen... Wat ik me ook afvroeg is of jij over anderhalve week een soort booty call gaat doen. Dat je midden met mij wil een hoest. Hey, ja, ik heb wat gedronken. Ik moest heel erg aan je denken. Ik ga morgen gewoon, ik ben klaar en dan ben ik morgen weer weg. Vertel het gewoon heel even niet. Heel even. Samen uit de realiteit. Heel even. Hoe is die nou? Zijn we gewoon nog een hoestje? Een half uurtje. Lijkt me te gek. Morgen gaan we hier ook verder. Wil jij... Ik heb nog een paar gewoon hoestje nou dingen. Ja, laten we dat doen. Ja, ik zat die laatste hoestje nou... Want dat maakt dan alles niks meer uit. Zullen we daar zeggen dat we niet een tijd afspreken... hoe lang die mag duren? Gewoon heel... Ja, zolang als wij zin hebben. Ja, en zullen we daar iets speciaals voor aantrekken? En champagne en iets lekkers te eten? Zeker. Ja, dat gaan we, zoals wij dat doen, dicht produceren. We hebben best veel gemaakt, kwam ik achter. Nou. Kijk naar wat we gedaan hebben. Wij zeggen wel altijd dat we niet echt maken en niets doen. Maar we hebben al een kleine collectie hoor, vooral met hoestie nou nu. Ja, okay. Wij zijn ga verder, noem dingen. Even gisteren, heb jij Alex horen zingen? Ik horen zingen? Nou, nee. Tijdens het volkslied op de Dam, wat al gespeeld wordt, staan daar natuurlijk een triljoen mensen te zingen. Maar nu was het alleen hij en Maxima en die generaal die achter hem stond. Ja, maar Rutte stond ook er, maar die was helemaal kwijt. Ja? Die was het volkslied kwijt, ja. Die was ook, dit deed hem veel, hè? Dit. Ik vond, ga verder. Wat vond jij van... Ik vind hem een goede koning. Hij ziet niet naar de kapper geweest. Het is gewoon lekker blij mee. En dat ik hem hoorde zingen vond ik cute. Heb jij Grunberg gehoord? Nee, joh. Ouwe. Heel mooi. Ja? Ja, ik kan ook niet altijd tegen hem. Maar ik heb hem vanmorgen helemaal teruggelezen. Ik raad het je echt aan om hem helemaal te lezen. Ja, maar jij bent van de Tweede Wereldoorlog. Hè? Jij vindt dat, je hebt er wat mee. Nou ja, ik wilde er zelf niet over beginnen. Maar leuk dat jij erover begint. Weet je wat zo grappig was? Ik zat dus te kijken. Twee minuten stil. Daarna weet ik ook nooit zo goed meer wat ik ermee moet. Dus dan kijk ik nog een beetje. Dan komt er een meisje, altijd weer een meisje een gedichtje voorlezen. Nou, prima. En toen schakelde ik, want ik game af en toe. Toen schakelde ik door naar de PlayStation en ging gamen. En toen had ik helemaal niet door dat ik Call of Duty World War II aan het spelen was. Nazi's kapot schieten. Wel als nazi? Nee, gewoon als Amerikaan ben je dan. Het zaten op het
balkon in de tuin, het werd helemaal stil. En toch, toch een paar vogels die het gewoon... Pesten voor de anderen. Twee vechtende katten. Maar op de Dam ook, hè, want ik schrok. Ik hoorde... Maar ik dacht... Baby. Nee, dat waren meeuwen. Ja. Ja, dat is interessant, want er kunnen nu vogels daar zijn, want er staan geen mensen. Dus die vogels nemen gewoon weer lekker de stad over. Ja, heerlijk. Heerlijk voor ze. Ja. Er is geen oorlog voor hun. Er is geen bevrijdingsdag. Want er is nooit oorlog. Nee, er is of wel of geen eten. Precies. That's it. That's it. Ik wil je nog even vertellen over mijn droom. Ja. Ik droomde dat Dennis Bergkamp in het shirt van... het uitshirt van Ajax vorig jaar een doelpunt maakte in een wedstrijd. En het was zoiets moois om te zien. Het was, weet je wel, het gevoel van Lasse Schöne, die 4-1 tegen Madrid. Dat zo'n soort gevoel ging er door me. En ik besefte weer dat ik het dat echte... Was, dat ik dat was nu. Ja. Het was nu, nou ja, het was twee weken geleden. Een jaar geleden, hè? Ja. Dat wij bij Gerard zaten te kijken. Ja. Dat was een bizarre avond. Maar ik zat te... kijk, er is toch een beetje voor en na corona. Dat is toch een beetje zo. Want ik zat in de Pantelits podcast over Ajax. Die luisteren we alle twee. Zat ik vanmorgen te luisteren. En toen hadden ze het over... Ja, toen in januari. Toen zeiden ze ook allemaal... Jezus, januari. Dat Ajax niet zo lekker uit de winter... stop kwam. Dat is 3 maanden geleden, hoor. Ja. Maar dat lijkt zo ver weg. Ja. Nee, dat is het. Tijd kruipt razendsnel voorbij. Het is zo gek hoe deze tijd nu werkt en hoe het gewoon niet meer klopt. Maar goed. Ik ben emotioneel oké, hoor, Pim. Weet ik. Je voelt het door het scherm heen, hè? Je ziet het aan me. Jij hebt het er wel moeilijk mee eigenlijk, hè? Een beetje. Ik weet nog, vroeger was een meisje, moet haar naam ook helemaal niet noemen. Daar had ik dan verkering mee. Het was 16. En toen moest ik, ik wilde niet meer met haar zijn, dus ik ging het uitmaken. En zij zat echt zo, ik weet nog, aan mijn keukentafel. En ik ging het uitmaken en ik moest huilen een beetje. Oh. Dat ik het zo zielig vond. En zij zat alleen zo. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, ik vind het prima. Nee, ik begrijp het. Oh. Ik was daar helemaal van in de war. Ja, dat is een beetje typisch ook voor mij natuurlijk. Ja. Hey, maar dat maakt je een mooi mens. Ik heb een keer met de lichten uit in mijn moeders huiskamer. Level 42, een nummer. En toen had ik nog zo'n cassette recorder dat je terug kon spoelen naar het begin van het nummer. Ja. Van mijn moeder binnen. Die zei, doe de lichten uit! Doe de lichten uit! Het was niet eens omdat dat meisje het uitging. Maar dat was omdat dat meisje geen interesse in had. Oh ja, zo erg. En misschien wel met iemand anders. Hoor. Eerlijk. Ja, Pim. Ik vond hem heel mooi. Bedankt voor de... Ik ga hem... als jij ik ga die beelden nog een keer terugkijken straks. Ja, ik ga hem... bedankt voor de excuses. Het was niet nodig. Ja. Want het leven... Nee, maar... Er zijn zoveel meer belangrijke dingen in het leven. Maar dit is wel een heel fijn belangrijk ding. Maar het komt allemaal goed. Dat was het, hè? Sterkte. Ja. Sterkte. Ik zie je morgen. Doei. Doei, vriend.